Pese gan. Vandaag hebben we de launch van het project. Wij hebben het anders gedaan. En ieder die een project begint, begint met de eerste steenlegging. Maar wij zeggen, want we willen eerst bewijzen. En we hebben bewezen, we zijn in augustus gestart. En we zeggen, nu is het tijd, want de eerste bewoners gaan al hun intrek nemen. Is dat een joint project ook? Yes, sir. En we hebben gezegd, vandaag gaan we het projectnaam onthuldigen. We gaan beginnen met de asfaltering van de weg. Alle wegen in en rondom het project vanaf de hoofdwegen worden geasfalteerd. Een woning op Noord voor 35.000 euro krijg je niet. Een perceel kost om de hoek hier 30.000 euro. Een huis van 2-3 kamers. 3-kamerwoning van 75 vierkante meter, volledig betegeld. Een keuken met een granietblad. Alle materialen hier zijn van Fabi, Subima afkomstig. Het verf is van Farosio. Een volledig betegeld woning, de toiletten, wasbakken, sanitair, alles is van A-kwaliteit. 110-220 stroom, warm, koud water voorziening. Dus je begrijpt het, we geven alle luxe ook aan de middenklasse, de lage inkomensgroepen. Uw huis kost gemiddeld 36.000 euro. Hoe koop ik het? Wat is mijn minimale aanbetaling en hoe lang kan ik aflassen? Uw minimale aanbetaling, we hebben samenwerking met de lokale banken, is 10% aanbetaling. En u kunt maximaal 20 jaar aflossen. Dus in plaats dat je huis gaat huren, dan moet je één kopen. De aflossing varieert tussen de 200, 300 US omgerekend, zeg 6.000 SRD. We zijn niet als ander verkavelaars, we geven de mensen zekerheid. Als je woning bij ons koopt, dan word je direct de juridische eigenaar. Dat houdt in, het blijft niet op naam van de staat of van de verkavelaar. Want je gaat, zeg maar, een verkavelaar geeft je interne financiering en je lost 10 jaar af. En daarna ga je verkavelaar zoeken en hij is niet te vinden en heeft beslagen leningen erop. Bij ons is het anders. Je wordt direct de juridische eigenaar. De banken financieren het in SRD. Geen koersrisico. Het risico is totaal voor ons. De Haakredbank heeft geloof in dit project. Anders zou ze toch niet meedoen? We hebben een long-term relatie, partnerschap met de ontwikkelaar. Niet alleen van dit project, maar al meer dan 20 jaar de ervaring. We hebben positieve ervaringen daarmee voor wat betreft het nakomen van beloften, het nakomen van afspraken die er gemaakt zijn. De koper kijkt natuurlijk ook zelf wat hij koopt, als dat de kwaliteit goed is. En de bank heeft ook altijd, als wij iets financieren, dat onze technische bouwinspectie ook komt kijken en zegt van oké, voldoet dit aan de voorwaarden? Want wij kijken natuurlijk niet naar korte termijn relatie. Als wij financieren, dan financieren we 10, 15, 20 jaar. En dat betekent dat het natuurlijk ook de woning, die als dekking geldt, datgene wat we financieren en waar we hypotheek op vestigen, dat die ook na 10, 15, 20 en langer zijn waarde moet behouden, de kwaliteit moet hebben, maar ook de zekerheid voor de bank moet bieden. Dus we hebben voldoende maatregelen in place om dat te waarborgen. Maar nogmaals, het is een geweldig project en u kunt op onze steun rekenen. Alle andere ondernemers roep ik op om soortgelijke projecten te initiëren. U gaat die ondersteuning krijgen. Kijkt u naar de woningen en ik keek net naar die bedragen hier zo. Is van 34.000, 35.000 US dollar. Ga zoeken ergens. Maar natuurlijk, meneer Sarokhan, als u gewerkt had met middelman nummer 1 en middelman nummer 2 en tussenpersoon nummer 3 en andere commissieman nummer 5,
dan waren de prijzen nu in de buurt van 50.000, 60.000, zoals dat gebeurd is in die vorige regering. U laat zien, u heeft geen middelman nodig en u voert het uit en u bouwt goedkoop voor de Surinaamse samen. God bless you, thank you. Men zegt het is een partnerschap met de overheid. Op welke manier is dat? Het is mijn terrein. Ik bouw alle woningen. Ik zorg voor alle installaties, stroomwater in de woningen. En de overheid moet zorgen voor de wegverharding, stroom en water. Ik heb niet gewacht op ze. Ik heb alvast alles voorgeschoten in samenwerking met de Hakerinbank. We weten, ze hebben het een beetje zwaar. Maar woningnood moet opgelost worden. En dat willen we doen. Hoeveel huizen heeft u al gebouwd en hoeveel moeten er eindelijk staan? Wij hebben alle woningen, een paar zijn nog op fundering, maar alle 561 funderingen zijn al gestort. Bepaalde zijn al op ringbalk, dus 75% is het project opgeleverd. En kijk rondom jou heen, wat de grondgesteldheid hier was. Het perceel is hier 1,5 meter opgehoopt met zand. Loopt het hier onder water? Nee, er was wel laatst een heel, al die wegen waren onder water. Ja, bepaalde terreinen waren misschien aan de voorzijde, maar die hebben we al opgehoopt. Dus nergens loopt hier onder water. U ziet dat het heeft geregend de laatste dagen. U kunt naar de rioleringen kijken. Gisteren heeft het geregend, eergisteren heeft het geregend. U ziet nergens water. Sommige mensen houden niet van Noord, ze zijn bang de zee is aan het oprukken. Dat heb ik eerder gezegd, van kijk u, naast u, het perceel daarnaast is 1,5 meter lager. Dit is 1,5 meter hoger. Dus daarom lopen wij niet onder water. En we hebben een goede ontwateringssysteem. We hebben backup. Cheers. 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 Cloud TV पर तमाम चैनल्स आपको मिलता है देखिए इंडिया पाकिस्तान या सुरिनाम का चैनल से बॉलीवुड का तमाम चैनल से जिस तरह से बी फॉर यू है सोनी एशिया टीवी यूके और डायरेक्ट फ्रॉम इंडिया मुमकिन है पाकिस्तान का बहुत से चैनल्स जिस तरह से हम टीवी एक्सेट्रा और सुरिनाम का रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम्स भी आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं सभी मजहबी और धार्मिक प्रोग्राम आप भी देख सकते हैं क्लाउड टीवी पर इंडिया पाकिस्तान या सुरिनाम का हो क्लाउड टीवी आपके लिए है तमाम रेडियो स्टेशंस नीदरलैंड सुरिनाम यूके इंडिया और पाकिस्तान का एंड डोंट फॉरगेट रेडियो संगम देन हाग का आपको भी क्लाउड टीवी पर मिलता है कॉन्टेक्ट कीजिए तारीख नंबर है 0031 6 85 89 08 19 हम दोहरा रहे हैं 06 85 89 08 19 तारक नंबर है कॉन्टेक्ट करने के लिए क्लाउड टीवी से आप अपने घर पर मजे उठाइए